Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag gaan we 10 jaar terug in de tijd. Want het is 10 jaar geleden dat de game, als je het al een game mag noemen, het is eigenlijk een proloog, een betaalde demo, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Het speelt zich af een paar maanden na Metal Gear Solid Peace Walker, de PSP game. Ik weet niet of je die nog kent. Als je die nog niet hebt gespeeld, ga hem zeker checken. Echt een harde game. Het speelt zich een paar maanden daarna af. Het is nu 1975 en we hebben een missie gekregen. We zijn op een Amerikaanse marinebasis op Cuba, waarbij we een van onze bondgenoten, Chico van Mother Base, moeten gaan redden. En een belangrijke informant, Paz. En ik heb dus net de missie opgestart. We gaan het lekker checken. Deze game was echt een geweldige demonstratie van wat de Fox Engine kan. En zoals je ziet, het ziet er nog steeds voor een game die 10 jaar oud is, fenomenaal uit. She told us everything. Don't worry, I kept my word. She didn't suffer long. Hier zien we Chico trouwens. Here. You earned it. En hier Deo Kojima. Ik hoef het natuurlijk niet vaker te zeggen. Maar het is een meester. Het is een meester game director. En de games hebben zoveel vibe. Zoveel sfeer. Wat mij betreft onovertroffen. You're a real man. Give my regards to your boss when you get home. Met een killer soundtrack. Maar dat hoef ik je denk ik niet te zeggen. We spelen trouwens vandaag de PC-versie. De game is uitgekomen op PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One. En uiteraard de PC-versie Steam. We spelen hier in 1440p. Maximale settings. Zonder mods. Ik heb geen mods geïnstalleerd. Dat is niet nodig zoals je ziet. En ja, like I said, it still holds up. It holds up very well. Een van de redenen waarom Ground Zeroes als een proloog is uitgebracht. Dus dat Kojima wilde een compleet nieuwe richting op met Metal Gear Solid. En wilde vooral demonstreren ook aan de community, de fans. Wat is het nieuwe idee achter Metal Gear Solid? Dit is het nieuwe idee. Ik heb iets anders in mind. Onze vrienden in Cypher suspecten dat Paz een double agent kan zijn. Ze wordt gehouden voor interrogatie in een kamp op de zuidelijke tip van Cuba. Black Site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The U.N.'s nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. The main game, trouwens, Phantompain. Wat hier direct op volgt, natuurlijk. Speelt zich bijna 10 jaar later, of 9 jaar later, in 1984. Maar dit is dus nog 1975. En waarom die time jump? Dat zie je wel aan het einde.
in. So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Bam, daar is hij. The man of the hour. Big Boss. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. I got a bad feeling about this van Metal Gear Solid. En Kiefer Sutherland, je ziet het. Geen David Hayter. En dat heeft voor behoorlijk wat controverse gezorgd. Want natuurlijk, David Hayter is eigenlijk de stem van Snake. In vrijwel alle games. Behalve Metal Gear Solid 5. En dat heeft ermee te maken. Kojima ging met de Fox Engine voor fotorealistische graphics. Maar ook fotorealistische filmrealistische performances. Hij wilde daarom een echte acteur. Ik koos daarvoor voor Kiefer Sutherland. Chico and Paz are being held in an old unused part of the compound. Get inside and head northeast. En daar is David Hayter tot op de dag van vandaag nog best wel salty over. Ik kan hem niet ongelijk geven natuurlijk. Ik snap het wel. Maar laat ik ook zeggen, los van dat hij niet super veel lines heeft, vergeleken met voorgaande games, waarom lukt het niet? Doet Kiefer Sutherland het fantastisch. Je moet er, als het goed is, nog eentje zijn. Dus we moeten heel even oppassen. We moeten ook heel zuinig zijn met de suppressor. Ah, daar is hij. Kijk. Want de suppressor, daar zit de slijtage op. En ik heb net al veel te veel bullets nodig gehad. Those new guys. You see the choppers? Who are they with? These two
tell you that. Oké, beide zijn down. Wat ik al zei, Kojima ging echt voor een compleet andere insteek met Ground Zeroes dan dat we gewend zijn. Het is veel meer open wereld gameplay. Je kan scenario's op heel veel verschillende manieren oplossen. Ze zeggen aan de speler. Nou, ik weet toevallig al waar Chico zit. Dat zit in het gevangenenkamp hierachter. Maar we proberen in elk geval niet gedetecteerd te worden. Hij lag trouwens daarachter waar we indropten. Lag er een sniper. Maar dat is iets te makkelijk. Voor een auto, heel even wachten. Vooral ook Enemy AI, die heeft echt een grote sprong gemaakt in deze game. Haal die lamp van me weg. Top. Heeft een grote sprong gemaakt. De Enemy AI past zich aan jouw speelstijl. Als je dus veel headshots maakt, veel tranquilizer guns gebruikt, dan gaan ze op een gegeven moment bijvoorbeeld allemaal een helm dragen, waarbij dat niet meer mogelijk is. En zo zijn er nog meerdere dingen. Ze zetten andere defense turrets neer. Waardoor het altijd uitdagend blijft en je altijd toch op een andere manier missies moet gaan zien op te lossen. Maar ik hoorde er nog eentje praten, dus we moeten heel even opletten. Kijk, hier moeten we erin. Hierachter zit het gevangenenkamp. We kunnen trouwens wel die guy. Waar is hij gebleven? Ik zie hem niet meer. Ik zag daarachter zag ik eentje lopen, maar het is altijd handig om ze even erop te zetten. Want wanneer je enemy stackt, zoals ik net deed, dan blijft ze op de map gemarkeerd. Okay, hier moeten we even goed opletten, want hier binnen loopt er ook nog een guard. 100%. Ik zie hem alleen op dit moment niet. Kijk, iets hoger. Ja, volgens mij zag ik hem al. Ik zit net daarachter. Uh-oh. Iemand heeft een lijk ontdekt. Denk ik. Ik hoorde iets. Het beste wat je kan doen is natuurlijk de lijken verbergen. Dat heb ik dit keer niet gedaan. Kijk, dat bedoel ik. Dead friendly spotted. That sucks. Nu krijgen we dus te maken met meer enemy patrols. Oké. Deze is in ieder geval gedaan. Gaan we naar Chico. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! No, man. Move me out of here, please. Get off please. Me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Take a second. Right over here. Hey, you gotta let over me out. Here. You let me out, no! Can't you stay here? Get off me! Get off! I'm here to save you, man.
I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Nope. Not gonna happen. You'll have to carry him out then. Okay, boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Come on, Chico. I marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Goed oppassen. Want ze hebben dus ons enigszins ontdekt, gespot. Daarachter liep eentje. Komt er nog eentje. Vooral even uitzetten. Dat valt wel heel erg op. You saw nothing, man. We zijn al over de helft van onze suppressor. Maar deze twee moet ik even neerleggen, want die komen hier straks nog terug. Dan wil ik niet dat ze wakker zijn. Dat is dus de rendezvous point. De pick-up. Want dat is dus het ding. Je kan in principe missies aanvliegen op je eigen manier. En je kan zelf op een map kiezen waar je afgedropt wil worden door een helikopter. Of waar je opgepikt wil worden. Je kan zelf kiezen welke voertuigen, welke wapens, welke buddy je mee wil nemen. Je kan er meerdere unlocken. Chico, where is Paz? She's dead. When was this recorded? She's dead. Yes, we'll do a call helicopter. Kijk, we kunnen een pick-up point kiezen. Nou, dat is toevallig gewoon hier. En dit kan je doen tijdens side missies, main missies. Natuurlijk in de Phantom Pain, waarbij je verschillende gebieden hebt waar je ook naartoe kan gaan. Afghanistan, Afrika, noem maar op. Verschillende maps, verschillende missies. Het is jammer dat de game echt nooit afgemaakt is, want oprecht... Gameplay-wise komt er niets in de buurt van Metal Gear Solid 5, van alle Metal Gear Solid games. Ik hoor al een helikopter aankomen. There he is. Ik ben veilig, Chico. Move. Chico's tape. Think it could give us a clue to Paz's location. Use your iDroid to listen to it.
Wie heeft er vroeger geen Walkman gehad, hè? Oké, nu krijgen we op dit cassettebandje te luisteren waar Paas naartoe is genomen. En in principe moet je goed luisteren naar wat voor een omgevingsgeluiden je hoort. En op basis daarvan proberen te bepalen op de map waar ze naartoe is gebracht. Nou, ik heb dit al een aantal keer gedaan, dus ik weet waar ze zit. Maar dat is hoe je erachter komt. We zijn nu ook wel bij het meest lastige gedeelte van de missie. We moeten infiltreren en extracten. En ik hoor een auto. Ja, ik ook. We moeten even oppassen. Oh, dat was op de cassetteband. Ah ja, kan gebeuren. Daar staat er eentje. Want vooral de extraction is wel een uitdaging. Nou, geraakt of niet? Hem wel. Hem ook. Oké, top. Goed opletten, want hier moeten we onder die brug langs. En dat is gewoon een gevaarlijk punt. Misschien dat we even boven langs gaan dit keer. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Caution, you are about to leave the mission area. No, no worries. I'm not leaving. I'm not leaving! We moeten hier vooral erg voorzichtig zijn. Ik maak geen headshots meer. Ik weet niet wat er daar aan de hand is, maar hij zal zo wel nog hier gaan. Hoop ik. We kunnen het nog een keer doen, maar ik zeg, ik heb niet unlimited bullets. Je hebt niks gezien. Je hebt niks gezien. Ja, daar gaat hij. Hierboven is eentje. Daarachter. Oh, hier twee. Bert en Ernie. Daar nog één. Oh god. The helipad. That matches Chico's tape. En hier is volgens mij ook nog een camera. Nee. Kijk, daar. Die kunnen we alleen maar deze kapot krijgen. We moeten wel opschieten, want nu... Oké, nu worden ze geroepen. Daarachter was er nog één. Hij check zijn collega. Oké, die andere guy ziet wat. What's going on? Delta 4, this is CP. Give me a sit rep. The drainage channel. You might be able to crawl in there. All units on alert. Oké, we zijn weer een stapje dichterbij. That's the admin building. Watch your corners. CQC is effective for dealing with nearby enemies. Hier loopt als het goed is ook een guy. Ik zie hem alleen nog niet. Hier is hij.
Oké, wederom snel. Die was maar net op tijd. Wat je net zag, dat was het reflex systeem. Wanneer je op een punt staat betrapt te worden, heb je nog één kans om iemand uit te schakelen. En dat ziet er precies zo uit. Ze zijn in ieder geval ruim op de hoogte dat we hier op deze basis aanwezig zijn. Alleen geen idee waar. En hier is Paas. Kijk, vanaf nu wordt het dus lastig. We moeten haar meenemen en zien te ontsnappen. En er zijn veel meer enemy guards nu. Daar liep er alweer één. Camera werkt in ieder geval niet meer. Oké, daarachter staat er nog één. Oké, down. Nog 6 bullets. Niet heel veel. Go ahead and call the chopper. Keep an eye out for nearby enemies. They could try to shoot down the chopper. Oké, dit wordt een lastig stukje. We moeten ongezien weg zien te komen. En dat is vooral lastig met die gast die daar staat. Ik hoop dat we hem. Down. Nu hij nog. Yes. Oké. That's the way to go. Als het goed is, kunnen we dan over deze landingsplek heen. Veilig genoeg, want daar staan dus allemaal enemies en de voertuig. Die weg is afgesloten inmiddels. Wel oppassen, want volgens mij zitten er hier nog een paar. Kijk, daar één. En recht voor ons natuurlijk. Geduld is vooral een hele schone zaak in Metal Gear Solid Ground Zeroes. Sowieso Metal Gear, maar... Ha ha ha!
Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Hey. Oké, we hebben bijna geen bullets meer. Het moet nu heel smooth gaan. Gelukkig hebben we nog wel onze main primary weapon. Kijk, want hier zitten er nog twee. Deze twee zijn weer wakker. Of wat anders, zijn nieuwe guards. Toch nog terug. Ik dacht dat hij wegliep. Oh. Daar zit er nog een. Dit is niet best, want ik kan hem niet zien. Woe! Oh, dit is zoveel mazzel. Dit is zoveel mazzel, want ik kon hem niet goed zien. Maar hij is volgens mij niet de laatste. Er zijn er volgens mij nog meer. Moet ik goed opletten. Volgens mij in dit gebied ook. Voordat we terug bij de chopper zijn. So far so good. Chopper oproepen. Please select a landing zone. Ja, doe maar hier. Landing zone. Yes, confirmed. Thanks. Roger that chopper request. It's headed your way now. Ik hoor hem al in de verte. Zie hem nog niet. This is Morpho, arriving shortly at LZ. There he is. Uh-oh, snel. Get on. Great success. Wie zag ons nou? Wie schoot op ons? Schoot iemand op ons? Nou, hoe dan ook, we zijn veilig. Mission accomplished. Snake! Medic! She's rigged. Damn it, we were set up! We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Hold her down! Rustig aan, Jack Bauer. Sowieso heb ik wel een soft spot voor Kiefer Sutherland hoor. Vroeger enorme fan geweest van 24. Waar hij natuurlijk de fantastische Jack Bauer speelde. Stuff is episch. Ik heb die film later nooit meer gezien. Er is ook nog een film uitgekomen. Maar die heb ik nog niet gecheckt. Ugh.
Keep her gut in. Stuff it nasty. It's a setup. It played us like a damn fiddle.
heard explosions, then... They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, dammit! You spying bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! Paas is een dubbel spion. Dus niet iedereen vertrouwt er. It's all right, we got it out. There's another in my... Bam, dat was hem dan. Metal Gear Solid Ground Zeroes. 10 jaar oud dus. Maar als het aan mij ligt, nog steeds de meesterwerk. Er is destijds echt veel om te doen geweest. Het is een demo die je kon kopen voor 30 of 40 euro, geloof ik zelfs. 30 à 40 euro kon je hem oppikken. Gameplay van deze missie. Je kan hem in een uurtje doen. Doe je hem voor het eerst. Ben je er denk ik 2 uurtjes mee bezig. Er zitten nog boel side missies in. En de side missies die meer dan genoeg en interessant maken om dit te gaan spelen. Je kan dit echt voor een paar euro oppikken. Doe het alsjeblieft. Doe het alsjeblieft. Volgens mij zit hij ook gewoon ingebundeld bij Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Niet mijn favoriete Metal Gear Solid. Maar gameplay wise steekt het echt mijn kop en schouders boven de rest uit. Open wereld design. Interessante combat. Vette AI, een dag- en nachtcyclus, dynamische weersomstandigheden. De Fox Engine deed het allemaal en zag er fantastisch uit. Guys, dit was mijn let's play van Metal Gear Solid. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dit was ook Snake Week. En ja, voor de mensen die nog nooit eerder een Metal Gear Solid game hebben gezien. Ik heb een heel rijtje aan games gespeeld. En zoals je ziet, iedere game heeft toch wel altijd een bepaalde unieke inslag. Check vooral welke bij jou past. Rising Revengeance is echt weer iets compleet anders. Metal Gear Solid 5 met de open wereld design is weer iets compleet anders. En Metal Gear Solid 1 en 2 iets meer lineair, iets meer corridorwerk. En natuurlijk het geweldige Snake Eater. Dit was hem. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie later. Bye!